Here we go. Kunnen we hem neerhalen? Ik ga hem niet submitten. Maar ik wil een poster up. En nou moeten we pakken. Yo gasten, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe UFC 3 carrière mode met Rico Verhoeven. We zijn in de UFC nu. We gaan ons UFC debuut maken. Maar daarvoor moeten we eerst een fight offer accepteren. En dat gaan we doen tegen... Ja, tegen wie? Dat is een goede vraag. Voor mij ook. Ja, ik twijfel gewoon tussen een van deze twee. 3-2-0, dan gaan we hem een 3-3 geven. Accept fight. Nou. En dan gaan we gewoon nog weer even trainen. Ik ga over nieuwe moves. Ik denk dat ik daar nog even mee wacht. Totdat ik naar een betere gym kan. Want we zitten nou natuurlijk hier. En ja, I don't know. We gaan in ieder geval wel trainen nu gewoon voor 4 weken. En ik denk dat ik na deze al wel naar een nieuwe gym kan. Maar dan moeten we nog even checken. De guy die wij hebben verslagen om hier in de UFC te komen, zit nu ook in de UFC. Rico Verhoeven, told you I'm coming for you, just signed my UFC contract. En ik ga gewoon een beetje arrogant doen. The only reason anyone knows who you are is because I fought you. Nou, zoals ik al zei, ga ik nou nog vooral een beetje trainen om mijn stats omhoog te krijgen. En sparren natuurlijk voor mijn match fitness. Mijn striking is al 70, mijn stamina, mijn health, mijn grappling is gewoon super laag. Maar dat is op zich niet erg. Ik wil niet heel veel gaan grappelen. Mijn striking toch eigenlijk minstens naar de 75 hebben voordat ik de andere twee stamina en health ook naar 75 wil gaan klimmen. Dus daar ga ik me nog maar even op focussen. Is even zien. Na trainen en sparren is gedaan. Dus nu gaan we gewoon naar de fight. En hopelijk gaan we winnen. We zijn in peak fitness. Dat hebben we de vorige keer dan niet gedaan. Laten we gewoon in het zwart gaan. Oké, gaan we dan. We skippen nog even de introotjes. Want het is niemand bijzonder zwaar tegenover staan. Nepvechtertje. Oké. Eerste UFC fight. Moeten we eigenlijk dus gewoon winnen, vind ik. Tenminste. Nee, het is natuurlijk even afwachten hoe goed deze guy gaat zijn. Tot nu toe heeft hij een redelijke defense bij zijn gezicht. Dus we moeten gaan combineren, body shots landen, om openingen bij zijn kop te creëren. Daar hadden we net wel een goede stoot al raak. Come on. Eens kijken wat je kan. We slaan nog niet echt snel genoeg. Het is wel een stuk sneller dan de eerste fight die we hadden. Naar mijn mening. Voelde ook wel wat sneller. Oeh, daar had hij ons. Daar moeten we mee oppassen. Come on. Miss. Dat was sad. Ik ga hem trappen, jongens. Dat blokt hij ook. Hij weet tot nu toe wel wat hij doet. Oh yeah. Dat was een stoot. Alleen we kunnen tot nu toe niet opvolgen met goede combinaties. Dat is waar het een beetje... Het gaat niet snel genoeg. Oh ja. Yeah. Oh. There we go. Nou is die knockie. And we got him. Holy. Het ging wat stroefjes, vond ik. Maar toen we dan goed raakten, toen maakten we het ook in één keer af. Kijk, bam. Dat is wel lekker in de eerste ronde in je debuut. Knockoutje pakken. Daar klaag ik niet om. Lekker, man. Rico Verhoeven pakt zijn eerste officiële UFC-overwinning. Daar ging hij. En toen konden we er gewoon bovenop kruipen. Alleen dat laten ze dan net weer niet zien. Jammer, jammer, jammer. Megan O'Leary is echt impressive win. Where do you go next? Gaan we humbled zijn? Gaan we zeggen thanks Megan. I'm gonna keep working hard and doing my best to get better. I'm ready for the big time. Nou, dat is wat snel na één gevecht. Dus we zijn even normaal. Zeg gewoon bedankt en we blijven hard doorwerken. En dat gaan we ook zeker doen. Want het wordt tijd om de volgende fight offer aan te nemen. Hier hebben we natuurlijk gewoon eerst recover. En dan gaan we nou kijken wat onze offers zijn. En we hebben hier Dominic. En Jack.
en Erik. Oké, en we zijn wel betere strikers dan allemaal. De rest zijn betere grapplers, maar dat kunnen we verwachten. Nou, deze doet niet. Hier staan we echt al ver de boven. Well, laten we dit gewoon doen. Je moet het ook jezelf niet te moeilijk maken als je gewoon naar de top wil gaan. Hè? Onze tegenstander zit bij dezelfde gym als waar wij officieel ook zaten. Maar ik was toch van plan te verhuizen. Dus dat ga ik dan ook wel doen. Ik moet alleen even kijken waar ik dan heen ga. Ik kan hierheen gaan, want we doen wel veel met slaan, zeg maar. Hier hebben we gewoon nog niet genoeg cash voor. Dat is jammer. Dat is jammer. Eigenlijk moeten we gewoon hierheen. Dutch Strike Team. Dat zou wel bij hem passen. Maar goed, dat zit er nu nog niet in. Ja, de basement, dat is al helemaal niks. Ah, ik ga wel gewoon naar Carisi's Boxing Gym dan. Dan gaan we daarheen. Hoppa. Ja. Eens kijken waar we hier kunnen trainen. Of waarop we hier kunnen trainen. Bij deze boxing gym. Ik wil gewoon de striking naar 75 werken. Dit is wel mooi voor de accuracy. Chin strength. Dus doet ook onze helft een beetje. En de stamina. Wat is er nog meer? Head movement, footwork, strike stamina. Is er ook strike speed? Ja, hier zo. Power en endurance. Oh, onze power is nog laag. Dit is wel een goeie. Onze stamina gaat er ook van omhoog. Wat hebben we hier? Blocking, toughness en hard. Takedown, clinch, grapple. Alright, we gaan sowieso even hier met de strike. Ja, strike speed is eigenlijk al best hoog, maar onze power niet. Dus onze power, ja. We zien wel tot hoever we dit gaan trainen. Maar dit is waar we ons voor nu even op gaan focussen. Nou, trainen is gedaan. Ik ben alleen helemaal, dat is een beetje dom, vergeten te gaan sparren. Dus we hebben niet optimale match fitness. Het is gelukkig ook niet super laag. Het staat op 86%. Ja, het wordt misschien een struggle, maar we gaan er het beste van maken. We gaan het in ieder geval gewoon proberen. We zijn wel in stats echt een stuk beter dan onze tegenstander, dus het moet gewoon lukken. Nou, dat gaf een beetje een friends become rivals vibe. Vrienden die rivalen worden. Oude trainingsmaatje, wij maken onze weg. Maar zoals ik al zei, het zijn nog begingevechten. De intrace slaan we even allemaal lekker over. Laten we deze dude gewoon de vlakte inslaan. We hebben wel echt een stuk meer power al. Door bij die boxing gym te trainen. Dus ik ben benieuwd hoe snel we dit kunnen doen. We moeten natuurlijk wel even zien hoe deze dude speelt. Ik heb daarna geen feedback van sparren. Want als je spart krijg je ook een beetje feedback van hoe je komende tegenstander vecht. En daar weten we nu dus niks van. Dus dat is een beetje sad. Maar goed. We gaan er gewoon het beste van maken. Tot nu toe doet hij niet veel. Tot nu toe doet hij niet veel. Ik ga denk ik ook de volgende aflevering, want dit is de laatste fight van deze, gaan we echt nieuwe moves trainen. Want ik wil high kicks in mijn arsenaal gaan verwerken. Die hebben we nog niet. En dan moeten we nog even verder zien hoe we het gaan aanpakken. Want we gaan natuurlijk wel focussen op kickboksen. Niet zozeer op submissions. Gewoon op het trap en slaan gaan focussen. Want hey, dat is Rico nou eenmaal. Hij is niet voor niets een kickbokser. Dus dan nemen we die stijl ook mee in de UFC. Dat is tenminste het plan. Daar deed hij het wel netjes. Hij ontweek mijn slag. Mijn punch. Maar we raken genoeg. Oeh. Maar ja. Gaat niet heel hard. Dat was full in the body. Nice. Maar wat ik wil. Oh crap. Dat was mis, maat. Here we go. Kunnen we hem neerhalen? Ik ga hem niet submitten. Maar ik wil posture up. En nou moeten we pakken. No. Dit is gevaarlijk. Ja, kom maar mappen. Oh, posture up again. En nou gaan we get up, want anders wordt het gevaarlijk. Onze stamina neemt hiervan ook een flinke hit. Kijk maar. Maar goed, het zorgt wat voor variatie, hè. Dat is ook wel leuk. Blok al zijn head punches. Come up. Oh, shit. Oh, fuck. Doe even rustig, man. We hadden elkaar. Man, deze doet het eigenlijk best netjes. Oud teammaatje. Ik moet ook echt meer naar de body, denk ik. Want hij blokkeert
alle, maar dan... Ah, shit. Daar blame ik ook een controller die niet reageerde bij de eerste keer toen ik wou trappen. There we go. Pak hem. Pak hem. Nou gaan we los. Mappen. Nee, duurt te lang, duurt te lang. Get up, get up. Get up. Dit gaat niet goed. Maar we hadden een knockdown. Ook fijn. Ronde 1 zit erop. Deze doet het wat moeilijker. Take the fight to the ground and look for a submission. Gast, ik kan niet grappelen. Nee. Dus deze doet dus ook gewoon een striker. Vandaar dat het langer duurt. En dat hij wat beter time tegen mij. Deze doet... Geeft zich nog niet gewonnen. Gaan we naar ronde 2 toe. Nou. Gaan we weer. Dat was echt dom. Oh, fuck. Ga maar even los. Oeh! Kom op! Pak hem! Wat de hel is dit? Wat is dit voor gekke defense? Hier! Hoppa! Ja! En nu is het over! Met je tweede ronde. Godsamme man, ik had er ook helemaal geen zin in twee rondes met deze guy. Maar hij heeft ons ook wel wat hits gegeven. Dus onze longevity gaat wel gaat naar beneden. Zo je dat eigenlijk wel zien. Hij was niet heel makkelijk. Maar ik was te agressief denk ik. Ik moet met meer controle gaan vechten. Want anders gaan toekomstige fights niet goed. Nou. We weten dat wij gewonnen hebben. Continue, het gaat mij. Ja, onder andere ook hierom. Longevity zit nog op 97%. Ah, dat valt mee. Kon erger. En na die overwinning zijn we alweer klaar met de aflevering voor vandaag. Ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden. Dat ik jullie weer heb kunnen entertainen. Als dat het geval is, dan zou ik zeggen, sla even op dat duimpje omhoog. Klik daar even op. Deel de video. Dat kan mij enorm helpen. Volg me op social media. Linkjes staan in de beschrijving van Twitter, Instagram. Ik bedank jullie voor het kijken. En voor al jullie toffe support. En ik hoop jullie gauw weer te zien bij de volgende video. Tot dan. Laters.